Novo 3. Overal thuis. We mogen duidelijk zijn, knap staaltje werk geleverd, als je het van jezelf mag zeggen. Maar, de reacties zijn er wel na, dus ik denk dat we dat inmiddels wel zelf op beseffen. Wat zijn we allemaal tegengekomen? We hadden het er net al even kort over. We zijn 22 februari aan de kant van Lots zijn we gestart. Vrij snel stuiten we daar op een 10kV-kabel, een middenspanningskabel van Enexis uit 1939. Die absoluut geen zetting mocht hebben. Met de rioolwerkzaamheden die wij moesten gaan verrichten, konden we dat niet garanderen. Waardoor we snel met Enexis hebben moeten schakelen om die kabel te vervangen. In de eerste fase hebben wij dat met eigen materieel gedaan. In de verdere fase heeft de onderaannemer BAM dat rechtstreeks voor Enexis opgelost. Dus, ook Enexis heeft daar snel in kunnen schakelen en heeft er snel materieel en materialen voor weggezet. Dus zodoende hebben we wel iets wat vertraging daarmee opgelopen. Maar wat ik zeg, met snel schakelen is dat toch beperkt gebleven. Dus toen de trein eenmaal op gang kwam, het werd toch wel duidelijk dat de dag van vandaag wel heel belangrijk was voor alle partijen. Zowel wij als de gemeente Vught vonden het belangrijk om 6 augustus de opening van de torenstraat te kunnen laten plaatsvinden. Dus daarom zijn we op een gegeven moment gaan zoeken naar een optimalisatie in de werkzaamheden. Van hoe kunnen we er nou zeker voor zorgen dat we de opgedane vertraging kunnen inlopen en ervoor kunnen zorgen dat we aan het einde met de bouwvak dus gereed zijn. Daarmee zijn wat grotere werkvakken tot stand gekomen, wat extra inzet van personeel en materieel. En daarmee hebben we dus eigenlijk een versnelling van het geheel kunnen realiseren. Waardoor er eigenlijk wel, dus als je zegt per het huis kijkt, is de doorlooptijd van het project voor de deur niet veranderd. Het is gewoon, dat was gewoon de geplande 6 weken. Alleen, er was een lange tracé in uitvoering. Dat heeft wel geresulteerd in dat we hier vandaag met z'n allen kunnen staan. En dat we de werkzaamheden hebben afgerond. En verder nog een heel uniek ding voor mij persoonlijk. En ik denk voor Brabant Water denk ik ook dat de werkzaamheden van de waterleiding ook echt in het civiele contract zaten. Dus wij werken voor de gemeente Vught. Maar indirect was eigenlijk Brabant Water ook een opdrachtgever van dit project. Mijn persoonlijk, en dan spreek ik ook namens de BAM die voor ons die werkzaamheden hebben uitgevoerd, is dat echt positief uitgevallen. Dus echt heb je de middelen in hand om die werkzaamheden te sturen, om die te plannen, om die mee te nemen in het proces. En daar in het voortraject al over na te denken. En dat is, ik denk, dat Brabant Water. Ja, we zijn daar heel blij mee. Hè. We hebben daar ook aanloop naar het project. Hè. Toen we tot conclusie kwamen, we hebben allebei werkzaamheden. We hebben onze werkzaamheden uitgesteld juist om die kans te benutten. Want we wisten ook wel, van door zo'n straat moet je niet 2 keer doorheen willen gaan. En als ik luister naar wat ik heb gehoord, hè, van het projectleider namens de gemeente, nou uit jou. En ook nog uit de omgeving, we hebben het net even over gehad. Dan zijn die geluiden ook positief. En dan sterkt mij, dat is een spoor wat we hebben ingezet om vaker die samenwerking op deze manier te zoeken. Want dan kan je, waar je zegt, dan zit je aan alle knoppen als opdrachtnemer. En dat is denk ik een grote plus nu al ook weer geweest. Absoluut. Ja. 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 Dus wij zijn er ook heel blij mee. Nou, mooi. Goed om te horen dan ook. En dat, ja, dat is wederzijds. En, ik denk dat het goed te noemen is dat bij de voorbereidende fase, waar wij bureau Just hebben ingeschakeld, Martin Huus van bureau Just,
dat we samen hebben kunnen optrekken om dit project te kunnen realiseren. Want uiteindelijk is het project op 1 januari naar de gemeente Vught gegaan. Dus eigenlijk in het niets van het project gemeente Vught zien wat te realiseren. En ik mag blij zijn dat we het tot het einde hebben kunnen brengen. Het is een goede samenwerking. Ja. Ja, dat, wij vonden het ook zeker een hele fijne samenwerking. Daar hebben wij ook, ik moet persoonlijk zeggen, wel gewoon van genoten. Dat je zo korte lijnen kan hebben, ondanks dat je ver weg woont, Martin en Gerard, die konden er helaas niet bij zijn, de toezichthouder. Ja, jongens komen uit Zeeland, maar ja, het is toch korte lijnen en snel schakelen. Als het op een technisch probleem stuitte, dan kwam er ook snel een technische oplossing. En ja, dat, die samenwerking is fantastisch verlopen. Dus, ja. Andere vragen, opmerkingen misschien nog? Nou, ik wil nog altijd lange dagen gemaakt hebben om de projecten tot een succes te maken en de hinder zo laag mogelijk te houden. Wat ik dan van een afstand wel heel bijzonder vind is van Vernes, de firma Vernes die kent wel de gemeente, kende wel de gemeente Haren voor te werken en de gemeente Vught. Er toch een aantal nieuwe gezichten, bijvoorbeeld Just, die kennen wij niet. Als ik dan zie van jongens, hey, de bestanden van alle structuren in de faciliteit te blazen. Dan hoe snel de mensen elkaar dan op een positieve manier elkaar weten te vinden, daar elkaar energie kunnen geven en zorgen dat dat werk zo snel mogelijk tot een goed eind komt. En dat vind ik echt een compliment voor iedereen die hier aanwezig is. Want het moet, we kunnen het allemaal wel bedenken aan de voorkant, maar uiteindelijk moet het ook allemaal nog steeds een keer gebeuren natuurlijk. Dus dat vind ik echt een, ja, dat maakt me wel op een gepaste manier trots in ieder geval. Los maar voor ons allemaal. Ja, zeker. Ja, ik heb ook nog wat voorbereid. Ik heb het op papier gezet. Ik denk dat ik het niet nodig heb, maar ik houd het er wel stiekem een beetje bij. Ja, mede namens de gemeente Vught van harte welkom hier allemaal bij de opening van de Torenstraat. Ik neem de honneurs waar als wethouder die niets te maken heeft met verkeer of met... met stratenbouw, met riolering. Ik ben er als lokale burgemeester en de enige die in charge is. Dus met alle plezier heb ik zelf op vakantie in Nederland hiervoor afgesproken om hier vanmiddag aanwezig te kunnen zijn. En het is niet zomaar. En ook zelfs met ambtsketen om, omdat we het belangrijk vinden als gemeentebestuur dat we wel iets markeren hier. We hebben hier een eerste grote project in Helvoort, wordt nu opgeleverd, wat onze gemeente Vught viel. Dus eigenlijk de eerste grote, wat meer dingen zijn in gang. Maar dit is nu echt opgeleverd en een groot project, 1,3, 1,6 kilometer was het, 6 maanden werk. Het is wel wat er gezet is, dus het is echt een heel groot compliment waard. Ja, ook voor de firma van Estuk, ja, geweldig werk. Ik hoor alleen maar complimenten. Die heb ik ook vanuit Amper gehoord, dat er eigenlijk voor dit project, dat, ja, waren ze allemaal maanden zo, hoorde ik al. Dus dat zou mooi zijn als het een voorbeeld kon zijn van andere projecten. En niet alleen hoe het gerealiseerd is, maar ook vooraf. Want we hebben natuurlijk een realisatiefase gehad van de afgelopen 6 maanden. Maar ook de voormalige gemeente Haren verdient een compliment. Want ja, de voorbereiding is minstens zo belangrijk in zo'n enorm project natuurlijk. We kunnen het allemaal wel met eer gaan strijken, kijken hoe mooi het uitgevoerd is. Maar die lange tijd voorafgaand is heel erg belangrijk geweest. En die is heel goed geweest. Als je ziet hoe je hier omgegaan is met participatie en met omgevingsmanagement. Is dat echt heel erg goed gegaan. Zelfs bij de vergunning begreep ik dat de bewoners zelfs een stem daarin hadden. Nou, dat is volgens mij juist ook vele goede woorden over gehoord. Maar ja, het was echt belangrijk in het hele proces. Niet alleen de realisatie, maar vooral ook juist daarvoor. Dus ja, al met al een prachtige weg die daar nou ligt. De belangrijkste weg denk ik wel van de gemeente, van het dorp Helvoort. En ja, de overlast heeft iedereen ervaren. Ik kom hier uit Helvoort, maar ik kom hier wel regelmatig. Ik heb zelf de overlast ervaren, maar in eerste instantie de mensen in Helvoort hebben het meeste overlast ervaren. De bedrijven natuurlijk en ook al die mensen die hier werken of die hier zijn op een of andere manier.
er is volgens mij naar beste kunnen is dat allemaal gegaan met de opleidingsfase. Dat ging niet allemaal perfect, maar goed, we hebben ook al hele inventieve inwoners die altijd weer een binnendoorweggetje weten te vinden. Waar wij dan als gemeente eigenlijk helemaal niet willen, maar goed, dan wordt dan weer op geparticipeerd. Zouden we daar weer een andere opleidingsweg aanleggen? Ja, en de schade die dan veroorzaakt wordt aan die wegen, ja goed, dat lossen we uiteraard ook allemaal op met aannemer en de gemeente. Dat is gewoon part of the deal. Niet dat hier een prachtige weg ligt en dat het hele omgeving van Helvoort alles kapot gereden is. Dat gaat dus niet gebeuren. Ja, wat mij betreft louter complimenten. Uniek, eerste grote project van de gemeente Vught gerealiseerd in Helvoort. Met dank nogmaals aan de voormalige gemeente Haren die dat in gang gezet heeft. En klinkt een beetje dramatisch misschien, maar ik denk dat de volgende reconstructie meestal ons niet gaan meemaken. Maar laat het wel gezellig houden, maar deze weg kan er echt tientallen jaren weer tegenaan. Dus wat mij betreft kan je snel mogelijk ook. Nou, daar gaat hij dan. 3, 2, 1. Nou, dat is gelukt. Goed, proost allemaal. Ja, proost. Hey. Hey. Hebben we nog meer? Sorry. Ja, dan moet het tegen een Novo 3. Overal thuis.